avond af te ronden. Na Kees Verkerk zit ik nu met de vader van Sven Kramer. Waar hangt uw zoon nu uit? Ik denk dat hij op bed ligt in Heerenveen. In Heerenveen. Wanneer gaat hij weg? Hij gaat zondagmorgen om 10 uur vertrekken naar Sochi. Oh ja. Maar hij moest toch zo voorbereiden dat hij geen tijd had om even vanavond even zijn nummer 1 plaats in ontvangst te nemen? Nee, hij heeft morgen nog een laatste testwedstrijd in Tiel. Dus daar wil hij toch nog weer goed voor de dag komen. Dus hij wil gewoon rust om zich heen hebben en niet meer afgeleid worden door andere... Hier rechtsaf. Hier rechtsaf. Even gas geven, rechtsaf. Gas. Ja. Je moet wel de navigatie ook nog volgen en nog geïnterviewd worden. Ja, ja. Maar ik zag dat u geen enkel probleem heeft om snel te rijden. We reden net even 170 op de A10. Dat was ook... Ja, dat komt door zo'n mooie auto. Hè. Dan heb je gewoon geen erg in dat hij zo hard rijdt. Volgens mij had hij daar wel erg in. Oké. En nu ook weer even bang er doorheen. Nee, maar dit rijdt perfect. Ja. Ik vroeg net even van wie heeft Sven het, maar welke Olympische Spelen heeft u meegedaan? In 1980 in Lake Placid en in 1984 in Sarajevo. Tja, oké. Okay. Dus het was echt gewoon, hij kreeg het gewoon helemaal met de paplepel in de... Uiteindelijk is hij... Gelukkig is hij veel beter geworden dan dat ik dat vroeger was. Want... Nou ja, veel beter. Ja, het is gewoon zo, maar het is gewoon mooi als jij een sporter, als je dan gewoon kampioen wordt en de beste wordt. En dan dat geeft een enorm lekker gevoel. Ja, maar even, je was op een gegeven moment altijd, jij was zeg maar de man, hè, de schaatser, de beroemde van de familie. En op een gegeven moment werd je de vader van. Hoe is die overgang? Ja, natuurlijk. Eerst is Sven de zoon van. En op een gegeven moment dan begint hij zelf hard te rijden. En dan draaien de rollen zich om. We gaan hier de afslag nemen. Ja, dat had ik al... En dan wordt het omgedraaid. En dan ben ik de vader van. Hoe ging dat? Daar heb ik nog geen moeite mee gehad. Nee? Ik vond het alleen hartstikke mooi dat Sven ook zo goed werd. En, dat het nog steeds zo goed is en daar ben ik gewoon hartstikke trots op en ik ben gewoon blij dat hij dat succes allemaal behaalt en dat hij gewoon ook, wat ik eigenlijk, ik heb altijd wat tegen die top aangezeten en hij pakt dat gewoon. Is het nou van, zat het er nou vroeger al in, van dat hij gedisciplineerd werkte en competitief was en dat soort dingen? Ja, dat gevoel van de beste willen zijn, dat heeft hij altijd gehad, ja. Vanaf jongs af aan al. En met meer dan schaatsen? Altijd gedreven, ook in voetballen, in tennis heeft hij wel gedaan. En hij was in principe ook een topsporter in allerlei disciplines. En dan wou hij overal in uitblinken. Ja? Hij wou iedereen laten zien dat hij beter was dan de ander, en dat heeft hij. En zijn broer, heeft hij ook broer en zus? Een zusje heeft hij. Ja? En had hij ook die neigingen of niet? Ja, Brecht, mijn dochter, die heeft ook heel lang ook heel goed geschaatst. Ook landelijk was zij altijd in haar jeugd altijd de beste van Nederland. Ja? Nou ja, dus echt al die kinderen. Jongen. Ja, gewoon hier rechtdoor. Maar wel stoppen voor het stoplicht. Ja. Dat kan met elektrische auto's ook niet. Hoe vind je dat elektrisch rijden? Ja, prima. Het voelt wel heel anders, moet ik zeggen. Ja? Dan even gas. Dit is leuk, dit is nu leuk. Echt zo eventjes zo van helemaal voor niks naar... is genoeg. Zo, ja. Trekt ook hard op. Zou je niet... Ik denk echt dat een elektrische auto wat minder vermogen heeft, maar dat... Valt reuze mee, hè? Dat valt erg mee, ja. Heeft u nou ook als vader ook geprobeerd en als succesvol schaatser ook hem te inspireren voor het schaatsen? Of ging dat gewoon vanzelf waar u woont? Nee, hoefde Sven echt niet, die moest eerder afremmen dan dat hij moest motiveren ergens voor. Want hij was zo gedreven, ook toen hij jong was. Hij wou altijd meer dan anderen. Hij wou altijd meer trainen. En ook gelijk, hij keek ook altijd al heel erg naar de toppers van toen. Wat hij deed en dat wou hij ook doen. Hij wou met 10 jaar of 14 jaar wou hij al krachttraining gaan doen en dat soort dingen. Dus je moest hem afremmen? Je moest hem echt altijd afremmen, ja. En, ja, dat was wel grappig, ja. Ja. En, maar ja, hij kon ook al heel vroeg kon hij heel veel hebben qua
wat duur ook. Ik weet nog, toen was hij nummer 14 en toen fietste hij al met mij de Elfstedentocht, gewoon op een racefiets. En dan, dat is 240 kilometer, hè? Dan ben je nog maar 14 jaar. En dan fietst hij gewoon 240 kilometer in mijn wiel, fietst hij gewoon mee. Ja, ja. 240 kilometer met 14 jaar. Ja, ja. En was hij dan ook zo enthousiast en zo competitief op studiegebied? Of was dat toch... Hij zat al heel snel in Jong Oranje natuurlijk. En hij had gelijk al heel die drive om een goede schaats te worden. Dus, ja, hij heeft zijn school wel afgemaakt, maar daarna is hij... Hier. Ja. Nadat hij die school heeft afgemaakt, toen kwam hij gelijk al... Hier stoppen we. Okay. Dit is hem. Dit is de Tesla, dit is de Tesla garage. Hier kun je een rondje rijden. Ja. Even gewoon draaien en dan... Die moet hieruit? Hij moet eruit. En dan rijden wij, door even kijken naar... wat is het ook alweer? Het is... Westermarkt. Gaan we hierheen. Even mijn maat zeggen dat ik eraan kom. Die belt net. Je bent er over 15 minuten. En de Kramer bedankt. Oké, tot ziens. Ja, hoi. Groetjes Guido. Ik ga nog even die kant op. En, Ja. Jij veel plezier. Dank je. Tenminste mijn auto bij hem. De spullen van meneer Kramer liggen achter in de kofferbak. Oké, hoi. Joe, ik ben er bijna. Nee, 15 minuten. Wat? 15 minuten. Ja, 15 minuten, sorry. Ja. Ja. Oké, hoi. Hoi. Ik ben er bijna. Ja, we zijn nou een beetje uit de route gekomen natuurlijk. Ja, ik moest hem even wegbrengen. Naar boven toe. Naar boven. Dan ga je die camera zien en dat soort zaken. Wat bent u nou eigenlijk gaan doen nadat u dus klaar was met Olympisch schaatsen? Ja, ik ben gewoon aan het werk gegaan. Ik had een tijd dit schaatsen al een baan. Want we waren in onze tijd geen prof natuurlijk zoals we nu zijn. Nee. Ik had gewoon, als schaatser had ik gewoon een baan en dan de winters kreeg ik onbetaald verlof 3 maanden en na het schaats afgelopen was, ging ik gewoon weer aan mijn werk. Ja, ja. Dus het was geen... Dus was het niet meer moeilijk om, nadat de schaatsen stopte, die kant uit? Was het niet moeilijk om dan weer gewoon je werk op te pakken? Nou, ik had er toen het geluk dat ik, toen ik stopte met schaats, dat was in... in 85 ongeveer, dat de Elfstedentocht toen gehouden werd. Ja, die heb ik nog gereden. En die heb ik toen meegedaan. En toen daarna ben ik toen kwam in één keer dat marathonschaatsen, door die Elfstedentocht kwam dat marathonschaatsen ook gewoon in opkomst. Ja. En toen kwam daar ook weer sponsors op af. En toen heb ik een goede sponsor weten te vinden als nieuw team voor de marathonploeg. Mm-hmm. Ja, wat zeg we gaan linksaf hier. Linksaf. Hey, het is wel rood nu, maar goed. Oh, sorry. Ja. En welke sponsor was dat, weet je nog? Klerks Plastic. Oké, we mogen blijkbaar. Ja. Nog niet. Ja? Ja. Mag. Dus dan kon je dat er nog bij gaan doen, ja, zeg maar. Ja, toen heb ik heb 13 jaar marathon schaats gedaan. Ah. Daar heb ik best wel een leuke tijd gehad bij Klerks. Toen heb ik nog voor Frisia gereden, van Dirk Scheringen, in de ploeg gezeten. Ja. Dirk Scheringa, dus heb ik ook nog mee te maken gehad. Ja. Aardig vent? Ja, zeker. Was echt een sportminded persoon natuurlijk. Die had alles voor het sport, voor het schaatsen. Hij was echt een schaatsliefhebber, hoor. Hmm. Hij was ook al de Waaizee vroeger. Kijk, rechtuit zeker. Ja, we gaan rechtuit, maar we gaan wel rechtsaf. Op een gegeven moment gaan we hier rechtsaf. Dus we blijven in deze baan rijden, dan komt het allemaal wel goed. Deze baan, rechts. De rechterbaan. Op naar de Westermarkt. Ja. Maar wel grappig van hoe weinig geld er toen was, hè? Dat je dan echt voor een paar centen, ja, dat je dan gesponsord werd, dat je dan misschien net je levensonderhoud kon voorzien. Ja, zo was het vroeger. Ja. Nou, maar er zijn nu ook nog, genoeg schaatsers die,
ze kunnen allemaal goed rondkomen en zijn uiteindelijk. Maar ze paar, kunnen leuk rondkomen, ja. Ja, maar zijn uiteindelijk zijn er in Nederland zijn er ook maar een handje vol schaatsen die echt goed die het echt goed hebben natuurlijk. Ja. En hoe gaat het dan? Hebben die schaatsen allemaal tegenwoordig een manager dan om dat zakelijk allemaal die belangen te behartigen? Ja, of, zeker. Svenny zit bij Patrick Wouter, House of Sport. Hè? Hoe? House of Sport. Oh, die House of, die Patrick, ja, die Patrick ook... Wouders, die dit ook allemaal organiseert en het geregeld heeft met Rintje Ritsma. Ja. Nou, hoe komen jullie hier nou zo? Ik kom... Ik ben door elkaar, ik ben zeg maar, ik ben helemaal niks met schaatsen, maar ik ben enthousiast over nieuwe dingen, over nieuwe gadgets en nieuwe en ik hou van elektrisch rijden. Ja. En een KPM vindt dat ook leuk. Dus die hebben gevraagd van, joh, heb je niet, kun je niet even gewoon langskomen bij die baan? En een aantal schaatsers en mensen gewoon er in een nieuw ding laten rijden. Ja, ja, ja. En ja, dat vind ik interessant om te laten zien dat de wereld verandert dankzij die techniek. Okay. En dat het ook ten goede kan veranderen. Dat het ook echt, dat je het leuk kunt, het kan leuk. En deze auto rijdt helemaal windenergie. Ja, dus gewoon, ik heb een windmolen gekocht. Ja? In de polder staat zo'n windmolen. Heb ik 4000 euro heb ik betaald. En dan ben ik eigenaar van een stukje windmolen. Ja, hè? En dan kan ik elk jaar 50.000 kilometer elektriciteit van kilometer elektrisch mee rijden. Ja, dat is voor 4000 euro eenmalig, zeg maar. Dus dat is echt heel goedkoop. En ook gewoon, dit kun je een tijdje volhouden. Ja. Terwijl die olie die eruit barst en zo, dat gaat niet lang goed meer. Nee. Maar ja, die ontwikkeling van deze auto, van die elektrische auto, dat wordt nog steeds beter, denk ik? Of dit al dat gaat echt keihard. Dus echt, mijn vorige auto kon 100 kilometer en deze kan 500 kilometer. Dat gaat heel erg. En qua rijden is het al gewoon vrij goed. Hè? Ik bedoel, er is niks mis mee. Dat is perfect dit. Ja. En je kunt ook gewoon je kunt naar Heerenveen rijden en terug. Ja. Ja. Dus dat is ook gewoon niet onaardig. Nee. En hier moet je links zo. Oh, links. Ja, kun je nog. Ja. Hier? Kun je naar links, ja. Dus ja? Deze linkerbaan, ja. En je moet wel de navigatie volgen, want dat is echt. Als je tenminste naar de Westermarkt wil. Ja, dat moet wel naar de Westermarkt, ja. Ja. Dus dat schermpje, dat linker dat schermpje is voor jou. Ja, dat moet je een beetje volgen. Mooi is dat, hè? Mooi. Ja. Ik had die trainer... Geert Kempkes? Ja, die had ik ook in, zeg maar. Ja. Die traint uw zoon ook, of niet? Ja. En dat gaat goed samen met die twee? Ja, zeker gaat het goed. Ondanks wat er gebeurd is 4 jaar terug. Hè. Ja. Hoe lang werkt zoiets dan door persoonlijk, zo'n foutje? Sven, gewoon dat hij dat niet eens om die fout, maar Sven heeft daar gewoon wel een jaar last van gehad. Dat hij daar echt helemaal kapot van was. Ja. Dat vind ik toch wel knap dat je dan toch gewoon weer samen kunt werken met elkaar. Dat je dat niet. Maar die man was natuurlijk zelf ook, die baalde er zelf het meeste van. We gaan rechtdoor, hè? Dus deze baan hier. Rechteraan. Maar daar heeft hij dan echt een jaar lang last van? Ah, ja, maar ja, hij had toen ook een blessure. Hè? Toen heeft hij niet meer geen wedstrijd meer gespeeld. Oh ja. Een jaar uit geweest. Goh, dat is lijkt me wel heel heftig, zeg. Ja, maar ja, dat. Op zich is dat ook niet verkeerd hoor, dat je er even die wedstrijd niet rijdt. Want dat is gewoon mentaal is het vaak nog zwaarder om elke keer maar weer op scherp te staan dan lichamelijk. Ja. En wat doet hij dan met zo'n jaar? Dan geestelijk van. Hij heeft wel gewoon getraind, maar niet die druk van ik moet weer presteren hoor. Van ik moet weer. Dat hij zo gedreven is, hij wil ook altijd winnen. Hij doet liever niet mee dan dat hij verliest. Ja, ja. Oh, ja. Nog steeds. Ja. Dus, hoe oud is hij? Nou, 27. 27. En hoe zie je hem die overgang maken? Dat als op een gegeven moment, want hoe lang gaat de schaatser mee? Dus ik weet er dus niks van, maar hoe lang gaat de schaatser mee? Wij waren vaak vroeger al met 27 al uitgeschaatst. 28. Ja. Maar ja,
Je hebt dan gewoon een bredere groep. Dus je kunt het nu wat langer volhouden. Maar met 30 of zo, ja, dan ben je wel 30, vanaf. 30, 31 jaar op een lange afstand, dan kun je het soms wel een beetje langer volhouden als je alleen voor de 10 gaat, of alleen voor de 5 en de 10. Mm-hmm. Die korte afstand wordt het, als je wat ouder wordt, wordt die korte afstand het snelst minder, zeg maar. Ja, ja. Dat zie je eigenlijk. Maar dat gaat ook het sprinten ja, gaat het eerste weg. Ja, dat zie je in alle sporten wel, hè. Dat langer. Ja. Duur sporten, daar kun je nog... Ja, kan maar. Art Schenk die was ook nog behoorlijk oud, hè? Ja. Toen hij nog de 10 kilometer... Ja, ja. Dat vond ik zo gek. Die was eerst een sprinter en daarna... En die was heel slecht in de lange afstanden. Hmm. En hij eindigde met 10 kilometer records en ja, zo. Dat was. Dus dat lichaam, dat kan daar gewoon beter tegen. Ja. Ja. Maar hoe zie jij Sven, zeg maar, op een gegeven moment dat hij iets anders moet gaan doen? Van, dan moet hij toch ook iets anders vinden om zijn fanatiekheid in bot te vieren? Ja. En zal dat dan zijn een bedrijf runnen of zal hij dan iets meer communicatie? Of, ja, dat denkt hij nou helemaal nog niet bij na. Dus. Nee. Dat ziet hij wel. Ja, ik denk wel wat, dat er ook nog een beetje ondernemerschap is. Dat hij wat wil... Ja? Ja, wat wil opzetten of zo. Hij heeft natuurlijk alle kansen om op een gegeven moment, ja, als hij ergens... Maar waar houdt hij, behalve schaatsen, waar houdt hij nog meer van? Waar is hij nou echt hartstikke enthousiast over? Ja, qua sport, het wielrennen. Maar ja, gewoon buiten de sport om. Ja, buiten de sport om. Ja. Hij zoekt wel altijd de mens om zich heen, dus hij moet wel iets met, hij moet wel contacten hebben, hoor, van iets. Het is wel een sociaal dier. Ja, hij moet wel wat. Maar toen hij dan bijvoorbeeld jong was of zo, had hij dan ook wel eens baantjes of zo, dat je een bepaalde manier had om geld te verdienen? Hij was ook zo snel al goed in schaatsen, dus daar ging hij helemaal voor, dus hij heeft daar als... Ja, dus hij kan ook wel focussen op dingen. Ja. Daar nooit een baantje gehad, nee. En gaat u veel met hem mee? Ja, het wordt nog wel steeds een beetje minder, maar wedstrijden en World Cups en EK's, WK's gaan we altijd mee. Ja. Ja, met het hele gezin? Ja, Brecht af en toe ook wel. En, dat gaat wel. Ja, we zijn altijd met elkaar wel bij. Ja. Ik ben nog van de winter nog naar Calgary geweest, de World Cup. Mm-hmm. Rechtdoor, even ja. Rechtdoor, ja. Ja. Over 500 meter, dan gaan we linksaf, geloof ik. Nog 7 minuten, dan zijn we er. Nou, is toch niet slecht zo'n tocht, zo'n lift met zo'n auto, hè? Dan zelf even rijden, dat is echt... Ja, top, ja. Kun je even wat vertellen thuis, hè? Ja, nou, moet je maar eens tegen Sven zeggen dat... Ja. Maar wanneer komt hij weer terug eigenlijk? Ja, de 24e gaan hij, 24 februari komt iedereen weer terug. Dus uit Sochi, dus... 24e? En dan heb je al heel snel... 20 of zo, dan heb je hier het NK al. Ja, dan komt hij ook. Ja, komt ook mee. Oké, moet je maar zeggen, als hij het leuk vindt, dan maak ik ook een rondje met hem. Ik ga allemaal die schaatsers, ga ik allemaal rondjes rijden. Als hij het niet erg vindt om met iemand in de auto te zitten die niks van schaatsen weet. Ja, maar Sven is niet zo iemand die zo overal mee... Ja, rechtdoor. Maakt dat nou eigenlijk met... Is het nou eigenlijk gewoon, gebeurt daar nou veel qua techniek in die schaatssport? Ja, techniek. Weet je wel, zo'n klapschaats of zo, ja, dat erbij komt? Qua materiaal. Kom maar door, rechtdoor. Qua materiaal ligt het nu wel weer even wat stil, vind ik. Ja, die klapschaats, dat is wel een revolutie geweest. Waarom is dat nou zo belangrijk? Wat deed dat ding nou eigenlijk? Waarom is dat nou zo handig? Wij geloofden er in het begin ook niet in. Wij waren toch een generatie die het wel toegereikt kreeg toen in onze tijd. Maar ja, wij wouden er eigenlijk toen nog niks van weten. Ja. En dat
zag er ook helemaal nog niet uit. Hè. Zo onprofessioneel, maar het was wel een klaps gehad met een mechanisme, maar het zag er gewoon niet uit. En dan durf je dat eerst ook nog niet. Hè. Die is over de brug links. Ja. Maar degene die het deed, die. Je moet eerst eigenlijk een tweede garnituur die moeten proberen. Ja. En die moet dan. En die moet dan harder gaan rijden, dan denken die groeien ook, ja, dan moeten wij het ook maar proberen. Ja, ja. Heeft u zelf nog met die klapschaats gespeeld? Ja, ja, geen lange baanwedstrijd, maar wel marathon. En waarom is het dan zo handig? Wat doet dat ding nou, dat klappen? Ja, dat verlengt de slag, zeg maar. Anders ben je veel eerder met je schaats los. Los van het ijs. Ja. En je houdt eigenlijk, omdat die... Normaal gesproken dan kun je nog een combinatie met de punten in het ijs. Ja. En nu gaat hij nog open. Je houdt eigenlijk altijd met het volledige ijs op het ijs. Ja, rechtdoor? Ja, ja, rechtdoor. En zijn er ook van die slimme apparaatjes die je bij je hebt, dat je een beetje weet hoeveel slagen je doet en hoe je de bocht doorgaat of zo, een beetje elektronica en dingen? Ja, dat is wel in T11, daar hangt een systeem en dan kunnen ze een hesje om doen met een zender erin. Ja. En dan kunnen ze precies op, zit het systeem aan in het plafond, ja. Een soort GPS zeg maar. En dan kunnen ze precies op een computer kijken waar, hoe snel je overal rijdt, ja, ja. Qua kilometers. Als je bijvoorbeeld in de bocht verzwakt of dat je minder hard begint te rijden, ja. En waar precies je harder rijdt, dat is zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. Dus als je dat zegt, als je dan ziet dat je bijvoorbeeld je snelheid voor de bocht verliest of na de bocht, dan kun je daar wat aan gaan doen. Zonder, ja. Nou, dat is wel, daar leren ze wel van. Oké, rechtdoor. Ja. Ken kreeg. Niet bang om door te rijden. Heel mooi. Ja, nee, het is echt de appel en de boom hoor. Dus heel duidelijk. Is uw vrouw ook zo sportief? Ja, hij heeft vroeger ook geschaatst. Ook geschaatst. Maar inmiddels mijn ex geworden. Dus dat is... Wel weer wat minder. Ja, maar goed, het zit wel in de genen van de kinderen. Dus, Zitten we hier ook in de buurt van de pijp of niet? Ja, we rijden nu door de pijp. Ja, want ja. Mijn dochter woont hier. In de tweede van de Heidestraat. De eerste van de Heidestraat. Ja. Ken je die? Je mag hem inhalen hoor, nu. Ja. Ja. Een beetje opschiet, ja. Ja, ga je gang. Je kunt hem inhalen. Die moet hier in de buurt zijn, zeg je. De eerste van de Heidestraat. Ja, dat is allemaal in de buurt, ja. Wat verwacht je van Rusland? Ja, ik denk dat het uiteindelijk, als je daar één keer bent en je bent daar in het Heinekenhuis en je bent daar in het stadion, dat het niet... Dan krijg je niet zo mee dat het daar heel anders is dan in Vancouver. Nee, maar op zich, Rusland is een waanzinnig land hoor. Ik heb er 10 jaar een bedrijf gehad. Ja, ja, ik ben wel, de laatste keer ben ik in Moskou geweest, natuurlijk op Jelstad. En dan merk je ook niet dat je daar echt in Rusland bent hoor. Nee. Nee, maar al die steden zien er gewoon modern uit tegenwoordig. Ja. En ze hebben wel alles uit de kas getrokken, zeg, die Russen. Ja. Jezus, mina zeg. Oeh. 50 miljoen euro, dat is toch echt gewoon, 50 miljard euro, dat is toch echt gewoon te bizar voor woorden. Een compleet dorp gemaakt daar in de bergen. Ja, maar ze hebben 5 keer zoveel uitgegeven als de vorige winterspelen. Dat is toch echt, nee, ze hebben 2 keer zoveel uitgegeven als de zomerspelen. Ja, ja. Nou, het is gigantisch. Ja. Nee, dus ik denk wel dat je ogen gaat uitkijken daar. Zo'n hele stad die daar compleet vernieuwd is. Ja. En nog is het moeilijk om een hotel te vinden. Ook voor u? Ja. Hadden ze dat niet even geregeld? Nee, dat gaat via ATP. Ja. Dan hadden ze bijvoorbeeld een hotel en dan werden ze gewoon, kregen ze gewoon bericht van dat het weer geannuleerd was. Dan moesten ze weer een ander hotel opzoeken. Dan hadden ze dat hotel weer
nam ik gewoon de rust in dat hotel gewoon weer in beslag voor een andere doellijn. En dan moest er weer extra beveiliging komen. En die moest ook ergens slapen. En dan zeggen ze gewoon tegen het hotel van jongens, we hebben dat hotel nodig. En dan al die boekingen die vervallen dan weer. Dan moet de organisatie maar weer een ander hotel opzoeken. Zo gaat het daar. Die baas van TWM ook, die heeft ook een paar keer moeten wisselen van hotel. En ook hadden ze iets geregeld om met de gasten te eten in een restaurant, hadden ze besteld. En dan werd er zomaar weer gecanceld, dan moesten ze weer wat anders op zoek. Dan moest er weer een andere groep komen. Dus ze zijn daar echt niet eigen baas, hoor. Nee. Nee, als de overheid iets wil, dan gebeurt het ook gewoon. Dat is inderdaad, zo merk je dat dan. Goh. Maar tot nu toe even wel een kamer. Ik heb een hotel en een kamer. En hoe gaat u zo? Zijn dat zo'n hotel nog niet afgebouwd is, hoor? Ja, nee, daarom het dat gebeurt ook. Ja. Hey, en hoe gaat uw zoon het doen daar? Is hij een beetje in vorm? Ja. Ach, normaal gesproken, ja. Moet hij gewoon die wedstrijd winnen, natuurlijk, op grond van vorige prestatie. Maar je weet nooit wat er allemaal kan gebeuren. Maar normaliter is hij gewoon de beste. Ja. Heeft hij al jaren laten zien. Dus ja, als hij het niet wint, dan is er iets anders. Is er iets mis? Ja. En alle afstanden? Nou ja, hij 500 meter niet, die doet hij ook mee, maar dat is een. Even een tussendoortje voor hem, tussen de 5 en de 10 kilometer in. Dat ja, als hij daar een hele goede dag heeft, dan kan hij daar bij wijze van spreken nog 4 of 3 worden, bij wijze van spreken. Maar hij kan ook zo 10e worden. Dus dat... Ja. Want hij is echt goed in de 5 en de 10. Dus in de, ook de korte, en hij doet niet 500 of zo? Nee, hij heeft het hele jaar laten lopen en hij heeft ook niet met de EK meegedaan. Ja. Was dat vroeger ook zo, dat hij niet zo'n sprinter was? Ja, hij is geen sprinter, maar ja, hij kan het wel. Ja, hij kan het wel, ja. Sprint, maar voor een allrounder kan hij wel sprinteren. Maar. Okay. Maar de 5 en de 10, die medailles, die gaan we meenemen? Nou, dat is wel de bedoeling, ja. Anders komt hij... Nou ja, u heeft goed inzicht, ja. Millimeterwerk, hè? Ja? Millimeterwerk. Ja. Nou, bijna 200 meter is het nog en dan zijn we er. Dan zijn we bij de kerk. Hè? Dan zijn we bij de kerk. Ja, en daar moet het zijn. Eerste markt. Ja, ben je bekend nog wat, in Amsterdam? Ik woon in Amsterdam, ja. 263 kilometer hebben we nog. Dus dan kun je nog net terugkomen. Dat gaat er helemaal lukken. Nou, zet maar uit toch? Ja hoor.